Ik ga u het verhaal van de zeeheld Johan van Amstel vertellen. Niet alleen van hem, maar ook van bekende en minder bekende anderen, waarmee hij familiebanden heeft. Johan wordt geboren in Gemert in 1618 en overlijdt in Schijndel in 1669. In de Sint-Servatiuskerk ligt zijn grafsteen met een eerbetoon in dichtvorm van Joost van den Vondel. Jan stamt af van die andere beroemde van Amstel, Gijsbrecht. U weet wel uit het toneelstuk. Hier zien we hem op de beurs van Berlage. Ook is er een familieband met de filmmaakster, Mieke Witteveen van Rooij. Zijn ouders erven een brouwerij, een huis en grond in Schijndel en verhuizen van Gemert daar naartoe. Jan is dan 15 jaar. Later gaat Jan naar Amsterdam. Daar woont zijn familie, zeer welgesteld. Zijn peettante, Diewertje Bikker, is regentes van het Amsterdamse Burgerweeshuis en haar man, Jan Jans van Helmond, is schepen van Amsterdam en participeert in de VOC. Hun zoon, dokter Jean van Helmond, geeft opdracht tot het bouwen van het buiten Hoge Dreuvink en trouwt met Margaretha van Raaphorst. De naam verandert in Trompenburg omdat Margaretha na het overlijden van Helmond hertrouwt met de beroemde Cornelis Maartenszoon Tromp. De familiebanden geven Jan van Amstel toegang tot de elite van Amsterdam en kopstukken uit de scheepvaart. Een broer van Diewertje, Andries Bikker, is burgemeester van Amsterdam, zit in de Staten-Generaal, is diplomaat en nog veel meer. Als heer van Engelenburg heeft hij ook een indrukwekkend landgoed. Cornelis Bikker, heer van Swieten en eigenaar van het kasteel Swieten, is een oom van Margaretha van Raaphorst. Haar moeder en de vrouw van Cornelis Bikker zijn zussen. Hij voerde het bewind over de West-Indische Compagnie. Michiel de Ruyter vertrekt in 1658 op de zeven provinciën met 24 schepen naar Portugal. En Jan van Amstel is als luitenant-kapitein aanwezig op het schip de Hilversum om de rivier de Taag te blokkeren. Later verovert Jan met het schip Tijdverdrijf in het huidige Denemarken Nieborg op het eiland Fune. Hij vriest daarna wel in bij Kopenhagen en moet daar overwinteren. Met het schip De Vrijheid is Jan op de Middellandse Zee, waar hij gewond raakt. Ondanks zijn beperkte wapenfeiten wordt hij in zijn grafschrift opgehemeld. Van Amstel, die de zweet op Funen dorst bestoken, die drie slagorden van de Britten heeft doorbroken, enzovoort. Jan wordt met een monument herdacht in Schijndel en door de marine met een fregat naar hem genoemd. Dit schip is nog steeds in gebruik. Zijn naam leeft al jaren voort op meerdere marineschepen.